Ja, ik zei het al. Een Halloween-tintje vanavond aan Dommeland Live. Dat was ze nog niet in beeld, dat zagen jullie misschien wel. Maar inmiddels is ze aankomen rennen. En heb ik Ingrid van Veen langs mij staan. Ik moet goed zeggen, van Soepding. Jij gaat vanavond voor ons pompoensoep maken. Ja, dat klopt. Vertel, want je hebt al van alles klaarstaan. Ja, ik heb van alles klaarstaan. Hier eigenlijk, wat je hiervoor ziet liggen, dat zijn eigenlijk de ingrediënten die in mijn pompoensoep gaan. Oké. Okay. En sinaasappelen erbij? Of ja, is een zoete bedoeling? Ja, dat klopt. Maar dat komt omdat ik eigenlijk, als ik iets zoeter wil maken dan het van nature is, dan ik werk eigenlijk niet met toegevoegde suikers en dergelijke. Dus dat probeer ik op een natuurlijke manier toe te voegen. Ja. En de sinaasappel is zoet van zichzelf, dus daarmee haal je dan ook de soep wat op en dan wordt hij wat zoeter van. Oké, dat klinkt goed. Oké. En wat voor pompoenen heb je? Want je zegt al, ja, liggen hier wat voorbeelden. Maar wat voor pompoenen gebruik je? Zit er verschil in, zeg maar, qua smaak qua structuur sowieso. Hè, dat zie je sowieso. Nou, de meest gebruikte eigenlijk, die mensen over het algemeen het meest gebruiken, dat zijn de flespompoen of de muskaat. Oké. Dit is een biologische pompoen. Ja. En ik gebruik ook wel eens het heeft eigenlijk een hele andere vorm. Die was op dit moment niet meer verkrijgbaar. Oké. Okay. Maar dat is een Georgia Candy Roaster. Dat is eigenlijk een ovale pompoen. Ja. En die heeft een wat zachtere structuur. Die is ook minder oranje. Die is iets meer oranje-roze, oud-roze, zeg maar. Mm-hmm. Van binnen als je hem opensnijdt. Ja. En die is gewoon heel fijn om mee te werken. En de naam zegt het al, candy. Ja. Hè, zoet. Ook dus zoet. Die is van zichzelf gewoon wat zoeter. Ja, dan maar die is niet. Het is geen standaard pompoen. Deze die worden eigenlijk over het algemeen gebruikt. Maar ja, ik ben niet standaard, dus ja. Ik gebruik iets anders. Ja, ik snap het. Ik snap het helemaal. En nou heb ik zelf nog nooit pompoensoep gemaakt. Maar is het iets waar je nou echt heel erg lang mee bezig bent? Nee. Voor de huistuin en keukenprinses. Iedereen kan het. Ja, maar goed, dat vind ik eigenlijk met alle soepen. Als je per se wil en als je van koken houdt en je vindt dat leuk, dan je moet er gewoon een beetje je eigen draai aan durven geven. Ja, en dat maakt het, maakt het bijzonder. Wij gaan straks bij jou nog even terugkijken. In etappes gaan we het gecreëerd zien worden. Dus ik kom straks nog even bij jou terug. En dan ga jij aan de gang om iets lekkers te doen. Ga ik doen. Helemaal goed, want ondertussen ga ik even hiervoor door. En pak ik er een microfoon bij. Want we hebben vanavond ook wat moois en wat leuks. Ik pak er een microfoon bij. Want ik heb mensen van de Griem erbij staan. Ik weet niet op welke camera ik ben. Op camera 3. We hebben mensen van de Griem. Ik sta zelf met die microfoon altijd te hammesen. Karin, leuk dat je er bent. Ja, hoi. Jij gaat vanavond iets moois creëren. Ik ga Brint omtoveren tot iets lelijks, hoop ik. Tot iets lelijks, ja. Hij is heel knap. Hij is nog heel knap, inderdaad. Je doet het vaker, dit soort griemen neerzetten. Doe je dat al lang? Ben je er al lang mee bezig? Ja, het is eigenlijk als een hobby begonnen. Ja. Omdat ik het heel leuk vind en dan wordt het steeds meer. Ja, ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. Nog steeds heel leuk. En nu met de Halloween extra druk? Ja, nu wordt het extra druk. Komend weekend mag je weer aan de bak, neem ik aan. Heel leuk weekend, leuk. Maar wel heel leuk om te doen. Heel erg leuk om te doen. Ja. En Brent, jij gaat van een knappe jongeman straks naar iets lelijks. Ja. Ja, want jij werd gevraagd en je dacht, ja, daar zie ik wel zitten. Ja, dat vond ik wel leuk om omgetoverd te worden tot zombie. Ja, ja. Helemaal leuk. Ja, want dat gaat hem worden, hè, zombie. Ja, ja. Ik ga er iets lelijks van maken, een lelijke zombie. Ja, helemaal goed. Wat gebruik je daar zoal voor? Want je hebt best wel wat materialen staan, zeg maar, op tafel. Nou, ik maak thuis meestal al de huid klaar. Ja. Dat is met latex. Ja. Kijk, en dan kun je zelf van alles mee maken. En dan ga je pakken en meten in iemands gezicht. Ja. Yeah. En dan kun je al, zo ga je eigenlijk een beetje beginnen. En dan weet je ongeveer wel wat je gaat maken. Oké, en je zegt, ik maak dat van latex, maar dat is helemaal van latex, zeg maar. Ja. Ook wat je erop hebt zitten. Deze grote fles. Oké. Maar is dan ook wel echt voor de huid, dus ook, dat kan ook geen kwaad of zo. Nee, er zijn natuurlijk altijd mensen die hier niet tegen kunnen. Oké. Maar normaal gesproken dan, dan moet dit gewoon lukken. Ja. Hoe lang ben je nou ongeveer bezig met de look? Want we hebben jou vanavond gevraagd om tijdens de uitzending... We hebben qua geluid zaten we even moeilijk. Ja, dat heb je wel. Oké. Hoe lang ben je nou over het algemeen? We hebben je vanavond gevraagd voor de uitzending van, zou je iets kunnen creëren? Maar hoe lang ben je normaal gesproken met een look bezig, zeg maar?
Het ligt er natuurlijk wel aan wat je gaat maken, maar als je echt alles qua haren en een schedel en ja, dan kun je echt wel 2 uur bezig zijn. Zo, oké. Ja. Dan moet iemand ook goed stil kunnen blijven zitten. Ja, dan moet hij echt stil kunnen blijven. Oké. Wij vragen van jou vanavond 1 uur om stil te zitten. Ja, dan kan ik weer gaan dan. Wordt een uitdaging. Ja, dat komt goed. Oké, misschien nog even snel naar het toilet dan. Ja. En dan gaan jullie aan de gang. Ik kom straks bij jullie terug. En dan gaan wij stukje bij beetje zien hoe je hem tot iets lelijks gaat creëren. Ja, oké. Dat lukt. Ja, zal vast goed komen. Goed, want we gaan door naar Gerard. Ik vind het leuk dat Gerard er is, hè. Hi. Dag. Goedenavond. Hoi. Goedenavond. Ik ga eerst even een slokje drinken pakken, want dat moet af en toe ook gebeuren. Jij neemt een slokje. Ja, dan moet ik zoveel kletsen in het begin en dan krijg ik er gewoon een beetje een droge mond van. Gerard Schaks, welkom. Leuk dat je er bent. Er komt een expositie aan, of hij is al bezig. Die is al bezig. In samenwerking met Speel vanuit Stichting Kekliemt. Ja. Omdat er een creatieveling is in de vorm van Gerard Schaks, die in 50 jaar tijd een heleboel mooie werken heeft gemaakt. Erg leuk. Nou heb ik begrepen, Gerard, dat jij een echte creatieve duizendpoot bent. En ik ga mijn formuliertje er even bij doen. Ik ga het echt zeggen. Want jij bent stiekem betrokken bij echt ontzettend veel initiatieven. En ik heb een brief bij de hand. Kekliemt, Op naar de 100, Boerenmert, Ton Prater, de laatste Liemdenaartjes. Woutertje, Kaboutertje, de Ploegendoers. Nou, de lijst is eindeloos. Ben jij nog steeds bij al die initiatieven bezig? Ben je nog steeds betrokken? Ja, ik dacht dat ik hier voor mijn foto's kwam. Komen we ook, maar dat gaan we dadelijk doen. En ik wil toch stiekem weten of jij nog steeds zo Ik ben nog bij verschillende dingen actief. Ja, ja, op de achtergrond dan. Hè? Op de achtergrond. Noem eens wat, waar ben je nog actief bij? Nou ja, op zich bij Op naar de 100. Oké. Want wij willen ons eigen eeuwfeest meemaken in 2089. Nou, lijkt me een goed streven. Ja, natuurlijk wel. Het eeuwfeest van de fanfare was zo mooi dat wij zeggen, dat willen wij zelf ook meemaken. Ja. Wat had je nog meer? Kekliemt, ja, dat is duidelijk wat minder op het ogenblik. Maar daar heb ik dus in het verleden heel veel reproducties voor gemaakt. Ja. Ik heb daar met de boeken meegewerkt waar Roger Vlaar geschreven heeft. Heb je er meer? Woutertje, Kaboutertje. Ja, dat hebben we opgezet. Toen met de laatste Liemdenaartjes, daar waren de kinderen die in 1995 geboren waren. Yeah. Daar waren er ongeveer 75. En ik vond het wel leuk om daar vervolg aan te geven. Yeah. En toen zag ik op een gegeven moment bij firma Saris voor de deur een of andere mooie heg staan. Ik dacht, oh, daar moest iets komen. Okay. Nou, het is Woutertje Kabouter gekomen. Dat is eigenlijk de reus van Liemden. Want we zeggen altijd dat er in Liemden geen reus is, maar we hebben wel degelijk een reus. Want als kabouter is het een reus. Okay. En die komt 1 keer per jaar kijken op de eerste zaterdag van het jaar, yeah, hoe het met de Liemse kindjes is. Okay. En daarom gekoppeld is een lampionoptocht. Ja. En ja, daar verwacht men ook dat ik nog bij zit. Daar verwacht men ook dat ik nog bij zit. Wat had je nog meer? Nee, nou ja, de lijst is eindeloos. De Boerenmert, ben je nog actief? Boerenmert, ja. Maar meer actief, vanaf het begin actief geweest, ja, en later met de orgeltje gekomen. En, ja, ja, Ploegendoers heb ik inderdaad mee opgericht en daarna ben ik nog met Piet Grielers. Ben er ooit mee gestopt met het idee, ik ga ooit iets anders doen. Okay. En toen heb ik met behulp van een familie van Hoetelaar in Bokstel, ja, heb ik orgeltjes gebouwd. Ja. En daar ben ik mee de boer op gegaan, met Piet Grielers als Turgel en Tauwoer. Maar ook daar zit een beetje de klat in, maar dat heeft een medische achtergrond. Ja, oké, goed. Nou, zoals ik al zei, uiteindelijk als je dat zo hoort, ben jij een creatieve duizendpoot. Oh, mijn goede god. Ik laat het jou zeggen. Ja, precies, en ik zeg het misschien vandaag nog wel 3 keer. Maar zoals jij net al zei, ik ben hier natuurlijk wel om over die expositie te praten. Want doe mij eens even vertellen, wat is er waar, wanneer te zien? We hebben afgelopen weekend voor de eerste keer in de Liemse Hert, die pas geopend is, mm-hmm, hebben de expositie geopend op een vrijdagavond. En daar zijn 230 foto's in het formaat A4 te zien. Blijkbaar had ik er nog zoveel over dat er nog 250 meer op het scherm in de goede kamer te zien zijn. Mensen kunnen daar gaan zitten en laat maar komen. Yeah. En ja, die sfeer is geweldig, want
Men zit gewoon allemaal te bakkeleien van wie staat erop en wie niet en wie wel. Maar ja, zo ook bij de foto's. Okay. En dat maakt de sfeer natuurlijk geweldig. Ja. En ik kan zeggen, kijk, niemand heeft geteld dat we zondag om een uur of vier al meer dan 500 bezoekers hebben gehad. Serieus? Oh, ja, dat is wel echt heel erg nou, mooi. En komend weekend is het weer van zaterdag van 10:30 tot 16:00. En ook zondag van 10:30 tot 16:00. Oké, okay. En tot wanneer is hij dan te zien, nee, zeg maar? Nee, het is twee weekenden. Het is twee weekenden? Twee weekenden, okay. Ja. Okay. En daarna gaat al dat materiaal naar Keklien, yeah, want wat moet ik ermee doen? Ja. Maar goed, ook dat is een bloemlezing, zeg maar, uit 50 jaar fotograferen. Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen. Maar in Liemde dan, hè? Ja, precies. Alles wat er buiten is gebeurd, daar staat er niet op. Dat staat er nog niet op, nee, want nee, in 50 jaar dan zullen veel plaatjes gemaakt hebben. Dat, nogal. Wij namen ook een kijkje in Liemd. En daar hebben we een klein filmpje van. Kun jij vertellen wat wij precies dadelijk gaan zien? Ik ga met jou kijken. Doe even met mij meekijken. Wat zien we hier? Nou, we kijken hier de tentoonstelling in. Oké. Dus zoals, daar zie ik mijn kleinkind. Oh, leuk. Wat van mij een foto maakt. Oh, want die wil altijd, als ik van haar foto's maak, zeg je, opa, mag ik van jou ook een foto maken? Ja. Ja, dat is bij de opening geweest. Maar ze is wel een talent in spee. Nou, dat wil ik niet zeggen. Dat is een bak, daar ligt onder andere in een Kodak box. Yeah. Die ik gewonnen heb in 1956 bij de Donald Duck. Bij de Donald Duck zelfs? Bij de Donald Duck. Oh, okay. Daar zie je een kijkje op de boeken van Kek Liemd, waar ik een behoorlijk aandeel in heb gehad. Yeah. Dat is de camera die liet Arnold van den Broek, voorzitter van Kek Liemd, zien. Yeah. Het is eigenlijk een soortgelijke camera als die ik had. Yeah. Maar die, die had hij voor een dag, die had hij ook een. Ja. Fijn toch? Ja, is leuk, prachtig. Ja. Zeker. Maar goed, die camera heb ik gehad, was ik een jaar of 9. Toen heb ik die gewonnen en of dat het begin is geweest, dat weet ik niet. Maar het is wel een leuke samenloop van omstandigheden. Ja, zeker. Maar hoe lang heb je met die camera dan uiteindelijk nog foto's gemaakt? Nou, daar heb ik niet veel foto's mee gemaakt, geloof ik niet als kind. Nee. En toen lag er ook bij een ISO Rapid en... Ja, toen ben ik vrij snel op spiegelreflex overgegaan. Okay, ja. Want ik zeg altijd in 1967, dus 50 jaar geleden, yeah, was ik in dienst. En daar heb ik in een doka leren werken. Yeah. En toen ben ik de fotograaf geworden. Okay. De fotograaf van Liemd. In de fotograaf van Liemd geworden. Ja, ja, mooi. Als we nou even teruggaan over de tentoonstelling. Ja. Hoe is het überhaupt toegekomen dat die tentoonstelling georganiseerd is? Nou ja, het is een beetje een samenwerking geweest van Kek Liemd en van mij. Ja. Dat het ook mooi zo uitkwam van die 50 jaar. Ja. En het is dus nu op uit, of de Kek Liemd biedt mij dat nu aan. Die geeft mij de mogelijkheid om te exposeren. En het kon natuurlijk nergens mooier als nu in onze nieuwe Liemdse hert. Nee, ja, zeker. Is iedereen het over eens die er komt. In het schuurgedeelte hangen die 230 foto's. Ja. Mensen komen dus op de stal binnen. Ja. Rechts de schuur waar de foto's hangen. Ze gaan door naar de hert waar koffie en een bordje geschonken wordt. En dan naar de goede kamer. En daar zitten de mensen, kunnen ze op hun stoel lekker zitten kijken op het beeld. Ja. Ja. Wat er voorbij komt. Hoe voelt dat nou voor jou als jij zo tussen al jouw creaties zo doorloopt? Nou, het is niet zozeer de creaties dan wel... Wat ik de mensen hoor zeggen. Ik zie mensen genieten. Yeah. En je hebt een heleboel dingen genoemd die ik, waar ik achter heb gezeten. Yeah. En je noemt bijvoorbeeld die het Ploegenrangfestival. Right. Ploegenrangfestival, dat is al misschien al meer dan 40 jaar. Yeah. Maar ooit is een prins van Liemde, Gerard de Leest, yeah, is bij mij in Veldhoven geweest op de school waar ik was. En daar had ik een Vloeperrangfestival. Okay. Nou, en het Vloeperrangfestival is in Liemde het Ploegenrangfestival geworden. Ja, dat is al 10 jaar een festijn waar kinderen aan mee kunnen doen. Ja. En waar kinderen genieten. Ja. Dat is, als je toon praat, is het ook genieten voor de anderen. Ja, ja, zeker. Ik zie natuurlijk, als je het maakt, is het genieten. Ja. Maar ik kan je vertellen, 6-7 maanden aan deze tentoonstelling werken, ja, is niet bepaald altijd genieten geweest hoor. Maar doe dat eens uitleggen dan. Goed. Het opzoeken uit de negatieve, een selectie maken. Dan met de computer werken waar we tegen zaten. Toen moest er overal weer een code bij komen. Okay. Want dadelijk zegt iemand van, hey Gerard,
die foto. Op zich nog leuk om te vertellen. Ja. Mensen kunnen een foto bijbestellen, digitaal. Ja. En daarvoor vraag ik een vrijwillige bijdrage. Mm-hmm. En die gaat naar de Vlasweek. Ja. Want mijn nichtje zit daarmee achter. Ze sparen voor een knuffelrobot. Okay. Voor een demente bejaarde. Okay. En daar heb ik voor gezegd van nou, ik werk voor niks dadelijk. Ja. Maar de opbrengst gaat naar de Vlasweek. Ja. Alleen afgelopen weekend, ik heb de briefjes nagekeken. Ja. Maar er zitten een aantal briefjes. Er staat wel op wat ze willen hebben. Maar geen e-mailadres en geen adres. Ja, dan wordt het toch een uitdaging. Dan wordt het moeilijker. Ja, dan wordt het dus ik hoop dat degene die komend weekend weer bestelt, in ieder geval dat opschrijft en even naar de kist loopt. Ja. Om daar een briefje en een kleine bijdrage te doen. Nou, dat is in ieder geval een goede voor de mensen als mensen kijken, dat we dat meenemen. Zou ik graag hebben. Nou, dat zei jij net al van door de jaren heen, hè, van de camera die je won naar de spiegelreflex. En tijdens het hele proces om deze tentoonstelling samen te stellen in de archieven met de oude film, de kleuren negatief gekomen en daar... Naar de hand digitaal natuurlijk. Digitaal doe ik ongeveer van 2003. Oké. Ja. Maar hoe was het om die overgang te moeten gaan doen? Heel moeilijk. Want je hebt altijd analoog geschoten. Ja, analoog en zelf afgedrukt. En zelf afgedrukt. Maar de kleurfoto's deed ik ook al niet meer zelf. Want ik had al moeite genoeg met grijs en zwarte. Oké. Maar op zich is het digitale natuurlijk heel praktisch. Zeker voor het werk wat ik ook doe voor het Brabant Centrum. Ja. Veel schieten en niet veel overhouden. Ja. Maar eerst was het zo... Weinig schieten en weinig overhouden. Ja, dat is ook een beetje... Maar op zich is het digitale ideaal dan. Ja, het is dan wel ideaal. Ja, en ik heb de doken ook niet meer aangeraakt. Maar ik moet zeggen dat er verschillende mensen geweest zijn die ook in het weekend zeggen, zwart-wit blijft het mooiste. Nou ja, sluit ik me wel bij aan. Ja, ik ben ook wel... Dan storen de kleuren niet en dan gaat het om de compositie. Ja, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Wat we gaan doen, we hebben nog een aantal foto's van jou. Daar gaan we even naar kijken. Zou jij bij die foto's dus kunnen bijvertellen wat ze voor jou betekenen? Ja, dan heb ik het geluk dat ik er de jaartallen bij gezet heb. Want dan zie je die code al 1967-2. Ja. Dat is Hannes Hastenberg. Dat was nog echt iemand die met de hand klompen maakte. En daar heb ik toen een hele serie van gemaakt. Oké. En alleen toen ik hem... foto's ging maken toen hij de klompen uit ging trekken, dan wil zeggen dat met een guts. Toen had hij een modern horlogebandje aan. Toen zeg ik achteraf, Hannes, we moeten opnieuw aan de gang. Dat kan niet. Wat hebben we nog meer van boven? Ja, wat hebben we nog meer? Ja, hier had onze prins, de naam ben ik even kwijt, Van Nuenen, die had bedacht om Liemne een schaatsbaan te geven rond de kiosk. Oké. En die wordt hier geopend. Oh, leuk. Ja, dat was in 2009. Ja, dat zag jij zo gauw. Ja, dat kan ik even Dit is van de Boerenmert. Daar zie je rechts Josje Heerbeek en die is een joepie-joepie aan het demonstreren. Een joepie-joepie is een stokje met gleuven erin. En dan ging hij met een ander stokje overheen en zat een molentje aan. Ja. En dan zei hij rr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 
mooi. Ik vond dat prachtig. Oké. Okay. Joepie, joepie. Ja. Leuk. Nou, dit is even een laatste foto uit 2017. Ja. Dat was het project vervoer bij de school. Dat is Jotermeer. Ja. Prachtig. Ja, een oude wagentje waar ze vroeger mee de straten de paardenstront op gingen halen. Oh, echt waar? Ja. Oh, prachtig. 2017. Leuk. Als je dat zo zit te vertellen, weet je, dan komt het echt. Het lijkt wel alsof je echt gewoon teruggaat naar het moment. En heel het echt beleefd, zeg maar. Zelfs bij die foto van 1967. Ja, ja. Dat, alsof je er gisteren bent geweest. Ja, maar dat is ook zo. Ik heb er dan in 200 zoveel hangen. Ja. Maar ja. Ja, je hebt er duizenden gemaakt waarschijnlijk. Ja, misschien wel miljoenen. Nou, dat is ook nee, dat is een beetje te veel. Dat is een beetje te veel. Dat is te veel, maar het loopt wel in het duizenden. Ja. Duizenden, want ja. Ik heb rij negatief mappen, we zijn u tegen. Ja. En daar heb ik gewoon doorheen geplaatst. Maar de kleuren, ja, die zaten allemaal in envelopjes. Ja. En die moest ik allemaal één voor één nagezitten kijken. Ja, ik had wel ergens op staan wat erop staat. Ja. Maar dikwijls was ik tussendoor ook nog even ergens anders geweest. Ja, absoluut. En zo ben ik ook heel veel foto's van mijn kinderen tegengekomen weer. Ja, dat geloof ik. Als je het er dan allemaal die heb ik dan ook maar gelijk gedigitaliseerd.
en cadeau gedaan ook. Zo van, jongens, ik heb het wat liggen. Dat komt nog, hè? Maar dat komt nog wel een keer. Nou, dan zei jij net al heel even zo van, nou, ik vind dat zwart-wit, blijf ik mooi vinden. Maar qua, we hebben nu best wel wat mensen gezien, zeg maar. Ben jij echt een mensenfotograaf? Ja. Dat die heb je het liefst... Ik ben geen landschapfotograaf en niet echt natuur. Ik weet niet of die ene erbij is. Op een gegeven moment, toen wou ik de ooievaars fotograferen die op Castro zit in de maai. Ja. En ik denk, maar ja, ik kan ooievaars overal zo fotograferen. Maar ik wilde ze zo fotograferen, want ik wilde laten zien waar ze zaten. Ja. Toen heb ik 3,5-4 uur op een ladder gestaan. Want die ooievaars die vlogen wel elke keer voorbij. Toen zei Jan van der Zanden, waar ik was, ze komen zo terug. Okay. Ja, dat zou wel. Ja. Zo voorbij, en zag je mij op die ladder staan, dan vloog je weg. Maar 3,5 uur later kwamen ze echt. Oh, serieus? Ja. Oh, en er niet af geweest. Je bent maar er niet af geweest? Dat is ook maar eenmalig geweest. Oh, hoor. Toch wel. En ik heb ooit op een specht, heb ik hier, had iemand gezegd van, bij Seelissen. Ja, nee, jawel, nee, op Oost. Ja. Op Oosterhof in de buurt. Daar zat ergens een specht en die zat op Jongen. Ja. Toen heb ik daar achter de heg gelegen. Maar het was net of die specht mij zag zitten. Want als hij kwam om de jongeren te voeren, ging je er echt niet naartoe. Nee. Dus maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ook geweldig. Leuke dingen zijn dat. Nou ben jij, die tentoonstelling is nu gaande, nog aankomend weekend ook nog. Heb je nou na dit nog andere projecten op de planning staan? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Hè? Nou ja, er wordt al gesproken over een boek. Daar heb ik 6 november al een bespreking over. Ja. Maar afgelopen weekend, daar is niet op gefilmd, ook niet. Ik heb er ook gedichtjes hangen. Die komen uit, die in dialect geschreven zijn. Ja. En die komen ook onder andere uit die buurt en uit de optreden met het orgeltje. Ja. En daar moet ook een keer iets mee gebeuren. Okay. En zeker als ik niet meer optreed. Ja. Dan. Wil je dan nog iets mee gaan doen? Dat gaat gebeuren. Ja. En verder. Dat kan morgen. Kan morgen zomaar weer anders zijn. Morgen kan het weer anders zijn. Oh ja, wat daar niet bij staat, is de kolderzitting op zondagsmorgens met de carnaval. Ja. Dan, dat is nou geloof ik 27, 28 keer geweest. Ja. Dan stellen we een thema. En daarop komen een aantal mensen quasi serieus praten. Oké. Okay. Nou, dat houdt in bijvoorbeeld dat we om 22:30 beginnen. En de laatste jaren zit om 21:30, zitten er al meer dan 200 mensen in het Wapen van Liemde. Om te komen luisteren naar de klets op zondagmorgen om 9:30. Dat zijn de echte diehards, zeg maar. Dat zijn de diehards en dit is gewoon geweldig. Ja. Er wordt zoveel klets verkocht. Daar ben ik ook echt trots op. Maar ook daar zie je weer dat het thema stel, maar dat anderen die pikken erop en die laten anderen genieten. En daar geniet ik van. Ja, nou, dat is mooi. Dat want is de spreuk is mij, geniet nou, want het is zo dadelijk. Dat is zeker waar. Het is nou alweer dadelijk. Het is nou alweer dadelijk. Goh, het gaat zo rap. Het gaat zo rap. Ik heb één laatste vraag voor jou. Oh, wat zou nou het ultieme zijn wat jij nog ooit zou willen fotograferen? Hé, dat zijn diepzinnige vragen, stel ik, hè? Gewoon mensen fotograferen. Gewoon lekker mensen fotograferen. Gewoon mensen fotograferen in hun situatie. Ja. En wat ik zelf bijna de mooiste foto vind, die heb ik in 1975 gemaakt. Ja. Dat is Corné van Oorschot, die met zijn fiets over 6 kinderen springt. En die heb ik in de vlucht gefotografeerd. Serieus? Ja. En die heb ik ook afgelopen vrijdag zijn foto aangeboden. Ja. En gewoon een zwart-wit foto, daar kwam ik toevallig bij. Die jongen, die is een jaar of 9, die haalt aan met zijn fiets. Niet eens een crossfiets, nog niet toen. Nee. En die trekt omhoog. En die springt zo over 6 kinderen en die liggen gewoon te lachen. En het viel gewoon gelukkig goed uit. Ik wou net zeggen, want anders was het een heel andere foto geworden. Ja, dat was een andere foto geworden. En had hij daar niet gehangen. Dat denk ik ook niet. Nee. Nee, goed. Ik ben een tevreden mens. Ja. En als ik dat mag blijven doen. Nou. Maar we willen nog meer. Precies. Geniet nou. Precies. Het is zo dadelijk. Precies, het is zo dadelijk. Ik vind het een hele mooie afsluiting. Dank ik wil jou heel erg bedanken voor jouw komst. Graag dat gedaan. De mensen nog maar dit weekend toch mogen gaan genieten. Maar één ding. Ja. Ik wil ze aanraden. Nou. Als ze willen komen, kom tussen 22:30 en 12:00. Ja. Dan kun je misschien nog kijken. Maar dan zal het rijen dik zijn. Ja? Ja, dat lijkt heel Nee, ja, ik geloof het ook niet. Nee, helemaal niet. Want het is een hele goede tip. Dan denk ik van nou,
Die kunnen mensen in de zak steken. Hoe meer er komen genieten, hoe liever. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Heel erg dankjewel. Graag gedaan. Blijf nog even rustig zitten. Ik ga namelijk even bij de soep kijken en bij de griem. Want we willen natuurlijk wel even weten hoe dat erbij staat. Dames en heer, die al een klein beetje lelijk aan het worden is. Vind ik leuk, hè? Ga ik vandaag nog veel zeggen, denk ik. Hi Ingrid. Hi, hi. Wat ben je allemaal aan het doen, jong? Nou, ik heb net wat wortel gesneden, wat aardappel gesneden. Inmiddels zitten de uien en de gemberwortel in de pan. In de pan, ja. En een beetje aan het prutselen. En ik ga nou iets heel cliché zeggen. Je zou het thuis eens moeten ruiken. Ja, dat is heel cliché, maar het is wel gewoon waar, hè? Ja, het is wel waar. Ja, oké. Ja. Dus dat zijn... De basis? Ja, goed. De gemberwortel zit erin om er een klein beetje een pittig tintje aan te geven. Yeah. Daarnaast is gember is een van de kruiden of specerijen, zeg maar, die men verwarmend noemt. Dat is een warm kruid. Okay. En dat wil zeggen dat het ook voor de maag, zeg maar, dus als jij een beetje last hebt van je maag, zet maar lekker verse thee van de gemberwortel of doe een klein beetje gemberwortel in je, door je gerecht. Yeah. En dan wordt het hier allemaal een beetje, ja, dat is een goeie beetje tip. Rustiger. Goeie tip om mee te nemen. Dus wat ik nu ga doen is de wortel erbij. Ja. Die ga ik dan eventjes mee doorroeren, dat die een beetje mee aan aangezet wordt, zeg maar. Een beetje, beetje smoort, mee smoort. En als dat gebeurd is, een minuut of tien, dan vijf à tien, dan ga ik dadelijk de pompoen erbij doen. Okay. De pompoen heb ik al wel gesneden bij me, want dat is om dat hier eventjes in een uur te doen. Dat, ja, dat is een klein uurtje, dat gaat me niet lukken. Dat is eigenlijk, dus, als je bekijkt, het stevigste werk, zeg maar, om zo'n pompoen even te ontleden. Ja. En mensen die thuis pompoen hebben gesneden, zeg maar, waar een kaarsje in brand houdt thuis voor de voordeur. Die kunnen daar wellicht een idee bij hebben wat dat voor werk is. Wat maar dat is, dat is een beetje hetzelfde principe eigenlijk, lijkt me. Met die verstande dat het uithollen natuurlijk misschien nog wel meer werk is. Want wat je met de meeste pompoenen wel kunt doen en wat niet iedereen weet, en eigenlijk is dat wel een beetje zonde, want daarmee gooi je eigenlijk heel veel van een pompoen weg. Yeah. Dat is dat er mensen zijn die een pompoen, als ze pompoensoep gaan maken, dat ze een pompoen gaan schillen. Okay. En wat je eigenlijk moet doen met een pompoen is hem opensnijden en de zaadlijsten eruit halen. Yeah. Van tevoren, voordat je hem opensnijdt, goed borstelen en, de vervelende plekjes eruit snijden. Yeah. Maar verder kun je van de meeste pompoenen de schil gewoon meekoken. Oh, serieus? Oké. Okay. Ja. Nee, ik zou inderdaad ook gaan schillen. Ja, dat is zonde, want dan als je en de zaadlijsten eruit haalt en de schil eraf haalt, hou je eigenlijk alleen het vruchtvlees over, dan gooi je eigenlijk meer dan de helft van je pompoen gooi je weg. Nou, je leert hier nog ondertussen. Dat is zonde. Ja, dat is inderdaad zonde. Maar zitten daar ook extra voedingsstoffen nog in? Net zoals, bij een appel. En dat de meeste vitamine onder de huid zitten. Nou ja, goed, dat is... werkt in dit geval ook. Ja. Hele goede tip. Ja. Nou, oké, helemaal goed. Wij komen straks nog weer even bij jou terug richting het eindresultaat. Ja. En ik zeg al, dan gaan we het fijne gedeelte ook nog doen. Het proeven. Dan kijk ik al prima. Uit. Ja. We gaan even verder kijken bij de griem. Oh, je wordt inmiddels met een schaar toegetakeld. Ik zeg net al, schrik niet. Wacht even. Yes. Kietelt het? Nee. Oké, maar is het een beetje raar dat ze zo aan je zitten frunniken, zeg maar? Nou, het voelt wel apart, ja. Het voelt, hoe apart als in? Pak een stuk krant en maak het nat en leg het op je gezicht. Zo dat voelt het een beetje. Dat vind ik heel mooi dat je dat zo kunt beschrijven. Oké, grappig. Ja. Ja, je wordt al aardig lelijk. Ja, praten wordt ook steeds moeilijker. Ja, want je zit in dat mondhoekje, word je een beetje omhoog getrokken. Ja. Ja, jij gaat straks echt schrikken van jezelf. Ik vind het nu leuk. Wat heb jij nou precies gedaan, Karen? Ik heb nu een paar lagen latex. Dat is het witte wat je ziet. Ja. Maar die moet alleen drogen, dus daarom af en toe de föhn. Ja, die horen we inderdaad af en toe. En als die daar droog zijn, dan kan ik hem losmaken. En dan kan ik daar wonden mee gaan maken. Ja, dat is dan... Want je hebt een stukje voorbereid thuis, zeg maar. Maar je dus kan deze ook kant. Een stuk... voorbereiden ja, op de huid nu. Op de huid zelf. Ja, op de huid zelf. Okay. En die kan ik straks laten zien als die droog is. Dan kan je dit losmaken en dan kan je hele mooie wonden mee maken. Oké, dat kunnen we straks ook nog wel eventjes zien tegen het einde van de uitzending. Ja. Oké. Nou begreep ik dat er een heel dingetje rondom bloed is. Want hoe dat gemaakt wordt of hoe dat gebruikt wordt, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, je kunt natuurlijk zelf ook bloed maken. Ja. En dan kun je siroop gebruiken of... Je kunt heel veel dingen gebruiken om bloed te... Maar het mooiste bloed is natuurlijk als je echt bloed gaat kopen.
Maar dan geen echt bloed, wel bloed. Ik schrik bloed al, van de groothandel en dan van Meron of van Kylon. En dan heb je wel heel mooi bloed. Ja, op zo'n manier. Jij zegt echt bloed kopen. Ik denk, ik krijg je de hartverzakking van dingen. Nee. Ik denk, dat is voorheen deed ik... Je kunt zelf natuurlijk heel crea zijn met bloed maken. Ja. Nou had jij ook nog dadelijk, want Brent die kan er niet zo goed tegen de lenzen. Maar jij had ook nog lenzen meegenomen, die heb je hier normaal. Die gaan we dus niet in doen, maar dat is wel iets waardoor je het extra kunt aanzetten, zeg maar. Ja. Dus, maar goed, zo word je ook al eng zat, denk ik daar. Ja. Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Ik ook. Wij komen dadelijk weer bij jullie terug. Ja, super. Dat is goed. Ja? Ja. Oké. Kun je nog volhouden of moet je plassen? Nee. Tot de volgende. Helemaal goed. Zo. Oh, en ik heb inmiddels een hele volle bank. Met allemaal gezellige mensen, leuke mensen. Leuk dat jullie er zijn. Mensen van de Geitenwei. Met de spooktocht die dadelijk aankomende zaterdag gehouden gaat worden. Vrijdag, mijn excuses. Het is vrijdag. Waarom heb ik zaterdag in mijn hoofd? Ja, dat is een beetje vreemd. Dat weet ik ook niet. Bij mij op de bank. Jacqueline, Mitchell en Luna. Vrijwilligers, maar ook Luna, jij hebt meegelopen een aantal jaar al in de Geitenwei. En ondertussen ook vrijwilliger. Is dat een logisch vervolg, dat als je maar lang genoeg meeloopt en dat je dan ook vrijwilliger wordt? Ja, niet per se, maar omdat ik van tevoren al vrijwilligerswerk heb gedaan bij de Geitenwei, ben ik dus ook zo via de spooktocht weer terechtgekomen. Oké, nou heel leuk. Wij gaan dadelijk meer horen over wat je daar beleeft als je met de spooktocht mee gaat lopen. Want Jacqueline, zou jij je meer kunnen vertellen over het ontstaan van de spooktocht? Ja, dat zou ik ook kunnen. Nou. Dus in 2007 is het ontstaan. Ja. Maaike, mijn mede-organisator, die zat in de kinderopvang. Ja. En op een gegeven moment komt zij op een BSO terecht en met allerlei activiteiten voor de kinderen en zo. Toen kwam zij erachter, er is hier heel weinig te doen voor die leeftijdscategorie. Ja. Nou, vandaar, een beetje doorgebreien, kwam ze op die spooktocht uit. Oké. Ja, in het begin was het vanaf 9. Vanaf 9 jaar? Vanaf 9 jaar in het begin nog, ja. Ja, jullie hebben nu vanaf 12 gedaan, maar waarom heb je dat gedaan? Omdat het steeds enger werd. De spooktocht werd gewoon zich steeds enger. Jullie hadden zoiets van, het moet elke keer een tandje erbovenop. En Mitchell zit al zo van, deze spooktocht moet gewoon serieus eng zijn. Worden mensen met andere ideeën, wordt steeds... Ja. Je moet elke jaar, 100 jaar, zeg maar, een andere act verzinnen. Ja. En daarmee merkte je dat het eigenlijk keer wat enger werd. Ja, juist. Zijn ideeën eigenlijk op en dan moet je een tandje hoger niveau hoger gaan. Ja. En dat gebeurt. Maar dan wordt de leeftijd ook hoger. Maar dan wordt de leeftijd ook hoger, oké. Ja. Is nou die spooktocht altijd rondom Halloween geweest? Ja. Dat is altijd... Ja. Maar Halloween is iets wat in Nederland eigenlijk de laatste jaren pas een beetje op begint te komen. Merken jullie dat? Of gaan jullie daarin mee, zeg maar? Nee, wij doen het al vanaf 2007. Ja. Dus het is voor ons is het ieder jaar weer spannend. Ja. Wel. Maar we hebben er altijd heel veel zin in iedere keer. Ja. Dus iedere keer is het afwachten natuurlijk wat de opkomst is en zo. Ja. Ja, ieder jaar is het nog volle bak dus. Ja, en wat is dan volle bak? Over hoeveel kinderen hebben we, of jongeren hebben we het dan, die eraan mee mogen doen? Nou, we kunnen er gemiddeld. Ja. We hebben er ooit 350 gehad, maar dat werd een beetje te veel. Ik wou net zeggen, 350 is wel dat werd een beetje te veel. Dus nou doen we het op inschrijving, want dan hebben we het zelf een beetje in handen natuurlijk. Ja. En dan hebben jullie, dan gezegd van, er moet nou een max zijn, zeg maar? Of er is een max aan aantal... Ja. Kinderen wat mee kan lopen? Ja, 150 is echt de max. Ja. Oké. Anders wordt het ook heel laat in het bos natuurlijk, hè? Ja, dat is natuurlijk ook wel. Maar weet je, het moet wel eng zijn. Ja, hoe later het wordt, hoe enger het wordt, lijkt me onderhand een beetje. De klok is verzet, dus het is donker. Dus. Ja, dat is natuurlijk. Het is, dat het is extra heel erg veel. Het is vroeg donker inderdaad. Ja. Hoe donkerder, hoe beter, hè? Wat is nou hetgeen wat jullie in de afgelopen jaren echt is bijgebleven, waar je denkt van, dat was echt geniaal gewoon. Dat maakte die spooktocht toen echt dat jaar. Ja, wij vinden ieder jaar vinden we het leuk. Ieder jaar gewoon. Ja, het is gewoon dan is film, de thema film. Ja. En zo, dus ieder jaar is het toch. Ja, want elk jaar heb je een thema. Ja. Oké. Dan zijn we dit jaar afgestapt. Daar hebben we dit jaar van afgestapt. Ja, daar zijn we dit jaar. Ja, dit is echt. Van alles en nog wat. We hebben een beetje eigen inbreng door de spoken zelf laten doen. Okay. Dus wij zijn ook dadelijk
Okay. Dus ja, we weten natuurlijk wel een beetje. Maar, ja, want jullie gaan natuurlijk helemaal niks zitten verklappen. Dat kan ik echt niet vergeten natuurlijk. Nee, dat kan niet. Je zegt net van we hebben een klein beetje inbreng van de spoken. Ja. Wat bedoel je daar precies mee dan? Ja, omdat de spoken ook natuurlijk ieder jaar enthousiast worden. En ook zelf wat dingen willen doen dus. Ja, en de spoken zijn de mensen die in het bos kinderen de stuip op het lijf jagen. Ja, klopt. Zijn jullie er zelf ooit geweest? Ik ben het dit jaar. Jij bent het dit jaar? Ja. Voor de eerste keer? Ja, ik was twee jaar geleden als begeleider. Ja? En dit jaar spook. Dit jaar ben je spook, oké. Okay. Ja. En met hoeveel over hoeveel vrijwilligers of hoeveel mensen hebben we het dan? 40, 50. Die allemaal meehelpen, of als spook, of als vrijwilliger, of als begeleider? Ja, en dan moet je ook denken aan de opbouw natuurlijk van zijn spooktocht, om daar de geiten bij al te versieren. Ja. Nou, een bos moeten wij samen, Mike, de tocht uitzetten. Ja. Dan zijn er ook nog mensen natuurlijk die koffie gaan zetten, chocomelk gaan schenken. Ja. Ja, je kunt ze gek niet bedenken. Nee. Dus ja, spoken, begeleiders, ja, noem maar op. Er zitten overal mensen voor, ja. Ja, zijn dat dan mensen die allemaal uit de wijk Zeelen-Zwal komen, of komen ze uit heel Boksel? Ja, meestal wel uit heel Boksel en heel veel vrienden natuurlijk. Ja. En die springen iedere keer in. Ik ben zelf spoken geweest in het begin, dus zodoende ben ik erin gerold. Ja. 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 Ook via de kinderopvang. Maaike, die ken ik natuurlijk al lang. Ja. Nou, hoe heb ik een spook meteen? Ik heb twee jaar een spook gedaan. Ja. Nou, en toen ben ik in de organisatie terechtgekomen. En dat vind ik superleuk. Het is wel grappig om van jullie eigenlijk allemaal te horen dat je op een bepaalde manier dan binnenkomt. En dan in eerste instantie meeloopt of een spook begint. En dat je toch die organisatie dan weer opzoekt. Ja. Het is wel mooi om te zien hoe dat dan gaat. Wat is volgens jullie, behalve dat het, misschien is het een hele voor de hand liggende vraag. Maar wat is nou echt, wat maakt dat dit nou echt gewoon de meest toffe spooktocht ever is gewoon? Iedereen heeft zijn eigen ideeën. Ja. Dat brengt elkaar compleet, denk ik. Okay. In het bos, buiten, alles. Oké. Ja. Leuk. Ja. Luna, jij loopt al jij hebt een aantal jaar meegelopen. Ja, klopt. Heb je nou wel eens in een groep meegelopen dat er echt kinderen bekant in een broek piesten en stonden te kwerken over dat ze naar huis wilden of zo? Ja, niet per se naar huis, maar wel dat ze echt beginnen te schreeuwen en dat ze niet meer verder durven. Maar uiteindelijk gaan ze toch, want het is gewoon echt heel leuk. En, ja, want je vangt elkaar ook wel een beetje op, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Je moet uiteindelijk toch een bos uit. Dus. Dat dan weer wel. Maar merk je dan ook dat die hele stoere gasten die dan zeggen, nou, we gaan wel eens even door de bos heen sjouwen, eigenlijk hele kleine mannetjes worden? Of valt het mee? Kunnen ze wel stoer blijven zo? Sommigen die blijven wel heel groot, maar de meeste die zakken toch in. Oké. Okay. En merk je dan ook dat die jongens, als ze nou merken dat ze een meisje heel erg bang worden, dat ze helemaal gaan beschermen en zo. Ik kan dat nog herinneren, ik heb ooit spooktocht die ik mee deed. Dan was het altijd van, dan gingen de jongens ons beschermen als wij dan bang waren. Ik denk dat het nou iets banger maken is, denk ik. Ja, is dat zo? Ja? Die jongens doen er gewoon nog een tandje bovenop. Ja, natuurlijk, een stoer. Oké. Okay. Ja. Geweldig. Dus dan horen wij ze gillen en dan vinden wij ook wel leuk. Dat vind je natuurlijk wel leuk. Dan zit het goed. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Even kijken, we hebben van jullie nog een aantal foto's om een klein beetje ook een beeld te krijgen van hoe het eruit ziet. Dus die gaan we er even bij halen, want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Hè? Ja. Oh mijn goede god, hij is wel een beetje uitgerekt. Ah, een beetje. Hij is een beetje uitgerekt, maar dat maakt helemaal niet uit. Hij nou gewoon een beetje dikker hoofd, maar dat is toch niet zo erg. Hij heeft gewoon een beetje dikker hoofd, ja precies. Maar je schrikt je. Nou, die ben ik. Dat ben jij? Ja, die ben ik. Oh, dat is wel goed gedaan ook, hè? Dat was de tweede keer dat ik meeliep, ja. Oh, geweldig. Ja, dat zou je niet zeggen zo, hè? Nee, dat zou je niet zeggen, nee. Nee. Nou, gooi het kapje in de weerwolf. Nou, zijn dit of nou de allemaal... de wolf, ja. De wolf, ja. Zijn dit zijn allemaal spoken die in het bos zijn, of zijn dit mensen ook geweest die hebben meegelopen? Nee, dit zijn echt de spoken die echt in het bos staan, ja. En ik neem aan dat ook steeds enthousiaster wordt, zeg maar, qua uitbreiden. Maar zie je het ook bij kinderen, zeg maar? Dat ze in het begin eigenlijk niet verkleed kwamen, maar denken van nou... En dat ze nu wel denken, zo van, oh, ik ga toch echt wel verkleed? Ja, wij zien dat bijna niet natuurlijk. Ja. Nee, oké. Wij, in het bos is het al donker. Ja. Dus wij zitten al meteen in de bos. Wij zetten die spoken natuurlijk op een gegeven moment uit. Ja. Wij zien op een gegeven moment niet natuurlijk, werd er aan kinderen op de wijk komen en die verkleed zijn. Nee. Dat is het jammere dan weer ervan, maar sommige kinderen zijn wel verkleed. Ja. En dat is het leuke ervan. Ja. 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 Leuk.
Hoe zien jullie nou de ontwikkeling, zeg maar, van deze spooktocht? Jullie zijn in 2007 zijn jullie begonnen. Ja, met 65 kinderen. Ja. Met 65 kinderen. Ja, dat kinderen. Was al voor ons natuurlijk helemaal te gek. Ja. Ja, en dan uiteindelijk groeien tot het bijna te wordt, zeg maar. Ja, te wordt, ja. Mitchell, jij geeft al aan van nou, het wordt, we hebben een eigen inbreng ook. En het wordt al wel enger, waardoor ook die leeftijdscategorie wat is moeten opschuiven. Hoe zien jullie nou de toekomst? Wordt het nog groter, nog enger, nog samenwerking misschien met andere partijen? Ja, nou, we hebben al zo'n 50 vrijwilligers nodig om 150 man eigenlijk door het bos te leiden. Ja. Plus een spook in het bos. Ja. Dus als het groter wil worden, dan moeten we ook meer vrijwilligers hebben. Ja, daar zit inderdaad wat in. Ja. En dan moeten ze ook natuurlijk allemaal in dat bos nog kwijt kunnen. Ja. Maatschappelijke groep, hè? Ja. Ja, dus je kunt wel zeggen van we pakken er 500. Ja, maar je moet met het donker natuurlijk moet je doen. Ja, ja, ja. Ja, en hoe meer kinderen dat je aanneemt, ja, op een gegeven moment, ja, dan ben je om 2 uur de bos nog niet uit. Nee, dat dus is dat ook kan natuurlijk ook niet. Dus nee. Vandaar die inschrijving. Ja. Ja. Ik denk 150 man max. Ja, dat is echt max. Ja. En dan is het leuk voor jullie als spoken die in het bos staan, maar ook voor de kinderen die meelopen. Misschien de buurt er nog bij betrekken, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Hè? Nou ja, je weet, dat zijn wel mooie dingen. Nu, je ziet nu met Halloween echt dat de kinderen langs de deuren gaan natuurlijk om een trick-or-treat te doen. Ja, dat zou, wie weet wat er natuurlijk nog mogelijk is. Maar we hebben wel iets leuks op de waaier. Nou, dus even vertellen dan. We hebben Betsy. 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 En wie is in godsnaam Betsy? Een hele mooie grote uil. Serieus? Ja, serieus. En dan mogen de kinderen op de foto. Oké. Okay. Dus terwijl ze wachten, kunnen ze daar even naar die uil gaan kijken. Nou, mogen ze hem op de foto, dus. Leuk. Ja. Nou, kijk, dat is nog een dat is wel een mooi dingetje. Daar mag ik dan vragen. Ja, dat is precies. Ja, gelukkig. Ja, voor de verder kan ik toch niet een klein beetje in? Nee, dan is de verrassing eraf natuurlijk. Je kunt meelopen als je wil. Ja, alles zien. Nou, kom ik daar nog even op terug. Want ik ga ook nog even naar Luna, als jij nou, je hebt een aantal jaar meegelopen, je gaat daar nu naar die organisatie. Maar kun jij je nog iets voor de geest halen waarvan je denkt, nou, dat was echt bizar gewoon, dat ze dat hadden bedacht. Of dat we dat moesten doen. Heb je nog iets waarvan je denkt, nou, dat moet ik even... Ja, in het eerste jaar weet ik dat ik nog meeliep. En dat we volgens mij in het begin ergens aankwamen bij zo'n tafeltje. Ja. En dat er toen een heks was. Die zocht naar een varkenspoot. Oh, dat was jij. Jij was die heks. Dat is die we net zagen. Ja? Die zocht naar een varkenspoot. Ja. Okay. En als we die gevonden hadden, dan mochten we door. Ja. Dus ja, we waren op een gegeven moment met z'n allemaal zoeken. En dat ding gevonden. Maar het was ook serieus. Een varkenspoot. Gewoon een echte van een echte varken. Gewoon echt vlees en echt bloed. En... Ja, volgens mij, ik het voelde wel. Maar in dat jaar stond er ook toch allemaal van die lekkere dingetjes. Hersenen en toestanden. Dat je kon pakken daar. Dat was echt eten hoor. Heb je die niet gezien? Oh, jawel. Waar ik stond, ja, dat was echt een heel tafel vol met hersenen en vingers. En... Met echte? Ja, ja, echt tuurlijk. Echte hersenen. Ja, je kunt mij goed voor de gek houden. Dat was taart. Ja, tuurlijk. Maar dat kon je eten, Ik denk net al echt bloed bij de gruwer. Ja. Ik denk nou al echte hersenen. Ik denk, het was een hele lugubere aflevering vandaag. Maar het valt mee. Valt mee. Helemaal goed. Hey, Mitchell, jij zei net al zo van, nou, er is nog een mogelijkheid tot aanmelden. Hoe kunnen kinderen zich nog aanmelden? Via de Hotmail-site, de Facebook-site. Via de Facebook-site, oké. Okay. Ja, heel makkelijk. Klik je gewoon op Geitenwei, Stichting Geitenwei, Bokstel, apenstaartje, hotmail.com. Okay. Kun jij gewoon aanmelden, dan krijg jij gewoon antwoord. Dus het is heel makkelijk. Het is super makkelijk. Ja. En het is gratis. Het is gratis. En dat vind ik ook wel heel bijzonder trouwens. Ja. Dat je het gewoon nog steeds gratis kunt aanbieden. Maar dat zit er waarschijnlijk, daar ga ik even invullen nou. Hè. Dat zit er waarschijnlijk in gewoon die grote groep vrijwilligers die er uiteindelijk aankomende vrijdagavond gewoon gaat staan. Ja, zonder vrijwilligers kunnen wij natuurlijk helemaal niks. Dus wij zijn hartstikke blij. Ja. Maar alle vrijwilligers. Ja, dat kan super me helemaal blij, voorstellen. Ja. Kan ik me helemaal voorstellen. Leuk. Nog een laatste oproep. Waarom moeten mensen nou echt van naar de Geitenwei komen aankomende vrijdag voor die spooktocht? Omdat het super griezelig wordt. Ja. Super leuk. Sfeer is goed. Sfeer is goed. We hebben er altijd zin in. En het wordt gewoon in je broek poepen van angst. Daar hopen we. Daar hopen we. Kunnen we één agendapunt neerzetten? Ja. Dat doe even vertellen. Vrijdag hebben we de spooktocht en die week erop vrijdag hebben we lampionentocht. Ja, dat is voor de kleinere. Dat is voor de kleintjes. Dat is voor de kleintjes. Omdat jullie ook wel die tot en met 12. Tot en met 12. Ja. Oké. Dus van 4 tot 5. Al zijn ze baby. Ja. Maakt niet uit. Mogen allemaal meedoen. Dus die mogen allemaal meedoen met het lampionnetje. Gaan we door de straten. Dus. Leuk. Ook hartstikke leuk. Nou, voor ieder wat wils in ieder geval. Ja. Iedereen kan zich daar nog voor aanmelden en kan daaraan meedoen.
helemaal goed. Leuk dat jullie er waren. En nou ja, dat jullie een hele leuke, nou vooral griezelige tocht mogen hebben met al die kids. Dat hopen we toch. Dat gaat denk ik wel goed. Blijf lekker even zitten. We hebben daar pompoensoep. Mocht jullie het nog niet gezien hebben. En niet geroken hebben. En nog niet geroken hebben. Ja, het is echt super cliché, maar het ruikt hier zo vreselijk lekker. Het is echt geweldig. Want ik ga langzaam naar Ingrid en naar Karin. Want we gaan langzaam richting de afsluiting. Ik ga lekker al mijn formulieren laten leggen. Oh ja, daar gaan we doen. Hi! Hi. Kijk, ik kruip er bij jou weer even achterbij. Ja, oh, ik zit vast in mijn... Oh, dit is, oh, dat is goed dat je dat zegt. Oh ja, ik krijg nu even stoomkooien die lekker open gaan en zo. Nou, het is een grote ketel nog met een groot ding erin en het is helemaal Halloween. Jij hebt inmiddels alles bij elkaar. Ik heb inmiddels alle ingrediënten hierin zitten. Ja. Dus de pompoen, de aardappel, de wortel, de versgeperst sinaasappelsap, de ui. Ik heb ook wat koriander, klein beetje zout en zwarte peper. Mm-hmm. De gemberwortel. Ja. Dat zijn eigenlijk alle ingrediënten. Ja, dus, en dat is uiteindelijk gewoon bij elkaar in één pan. Ja, in bepaalde verhoudingen natuurlijk. Ja. In een pan en dan, dan koken. Ja. Zoals je hier kunt zien ook aan de stukjes. Kunnen aan we de stukjes. Dat met de camera er nog bij? Kun je erbij komen lopen? Gaat dat wel of niet lukken? Misschien wel of niet. We gaan het gewoon mogelijk proberen. Kun je hier kun je dus de kleur zien van de pompoen die ik gebruik. Yeah. Dat is een beetje geel, gelig van binnen. Yeah. En dan kun je ook heel duidelijk zien dat ik dus de schil gewoon erom laat zitten. Ja, ja. Dus dat is... helemaal goed. En dan wordt alles gaar gekookt. Maar goed, dat duurt natuurlijk eventjes. Ja. Dan gaat het gemengd, geblenderd worden, zeg maar. En dan uiteindelijk... Krijg je de hele romige... Krijg je hier... de pompoensoep zoals kunnen we weer met de camera? We vragen gewoon weer even de camera erbij. Kunnen we daar een mooi shot van krijgen? Want het is er echt een heel mooi. Er zit een klein beetje binding in. Maar ik gebruik ook geen bindmiddelen. Nee. Maar ik doe er eigenlijk gewoon een klein aardappeltje doorheen. En die kookt dan mee en die zorgt voor de binding. Ja. Ja. Dus dit is, dus als jullie willen dan... Nou, wij gaan dadelijk wij gaan daar zeker met de mensen hier in de studio ook gaan we lekker wat proeven. Wat zijn nou nog tips of dingen waarvan je denkt, als je daaraan begint, hou dan rekening mee, dat is belangrijk of dat is handig. Of je hebt het best wel verteld, dus misschien is er wel een hele... Ja, ik heb net natuurlijk al verteld over de schil, over de pompoen, hoe dat je dat dus niet weg moet gooien. Het scheelt je natuurlijk ook een hele hoop werk. Voor het zoetig beetje sinaasappelsap erdoor. Dat is natuurlijk ook nog een stukje om het nog gezonder te maken dan dat het uiteindelijk al is. Ja. Veel vitamine C. Dus, ja, en ik zou zeggen gewoon probeer gewoon ook zelf. Ben niet bang om ingrediënten naar eigen smaak toe te voegen. Want, nee, precies. Zoveel mensen, zoveel soorten, zoveel smaken. Ja, en als één ding zeker is, dan is het dat over smaak gewoon niet te twisten valt. Dat is zeker waar. En dat vind ik een hele mooie. Wij komen dadelijk bij jou terug om lekker te proeven. En in ieder geval hartstikke dankjewel. Dan gaan wij langzaam kijken hoe bloederig Brent er inmiddels bij staat. Oh, wat ben je lelijk. Oh, dat mag ik niet zeggen. Dat is heel erg vervelend. Jij bent lekker met dat kunstmatige bloed aan dit het... Dit is zo leuk om te doen. Ja, ik zie je er gewoon van genieten. Ja, echt hè? Ja, echt. Zou het iets betekenen of... Ja, ik liet er maar gewoon even lekker... Het is gewoon echt à la improvisé. Ja, en nou heb ik wel heel vlug moeten zijn. Ja, het is, maar dat, als je normaal ik denk, gesproken het zo is lang... Om. Ja, precies. Het vliegt voorbij. Voor deze tijd is het voorbij. Jeetje. Maar zo kun je wel natuurlijk hele leuke dingen maken. Ja, je maar kunt dit, kan, wel dit, dit kunnen wel heel veel mensen. Hoor. Dit is op zich nog niet zo heel moeilijk. Nee, ik snap het. Oh, het is echt... Ja, het is prachtig. En je kunt het zo gek maken wat dat betreft natuurlijk, als dat je wil. Nou, we laten het even een klein beetje opdrogen, want ondertussen, want wij hebben van jou nog een paar foto's ook meegenomen. En we krijgen dadelijk deze look helemaal compleet zien. We gaan dadelijk eerst even jouw reactie zien met een spiegeltje erbij, als we die hebben. En dan neem ik aan van wel. Maar we gaan ook nog even kijken. Dit ben ik zelf. Beetje in het breed nou. Beetje in het breed. We gaan vanavond allemaal in het breed. We gaan allemaal in het breed. Moet allemaal kunnen, maakt het me niet uit. Ja, dat ben jij zelf. Maar dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk als je bij jezelf dat moet gaan doen. Ik vind het bij mezelf makkelijker als dat ik het bij iemand anders moet doen. Serieus? Ja. Oh, dat is bijzonder. Ja.
Oké. Ik vraag iedere keer aan hem, doet het zeer? Of echt, bij jezelf, dan daar gaat hij vlug. Ja, dan ga je natuurlijk. Ben je gewoon bezig en dan... Dit, ja, het bruid. Een lelijke bruid. Een zombie bruid. Ik had geen man meer gevonden. Nee, maar niemand meer s'avonds. Geweldig. Jeetje. Ja, je had ik mijn eigen nek opengemaakt. Oh, wat een vreselijk luguber als je dat ook zo zegt, weet je wel. Dan denk ik, ja, hij is wel echt, hij is flink uitgerekt. Oh, jeetje, wat zien we hier? Hij is echt breed, hè? Hij is heel breed. Dus mijn dochter en dan de bovenbeen. Oh, dan heb je ook een vleeswond gecreëerd. Ja. Is het nou echt heel, is het voor mensen thuis enigszins makkelijk te doen, zeg maar? Jawel, jawel. Dit kan iedereen. Het is echt, ik maak ook heel veel fouten en er gaat ook heel veel mis. Ja. Maar als je echt, nee, dit lukt iedereen. Het is wel uiteindelijk echt een kwestie van oefenen. Je moet het ook heel leuk vinden om te doen. Nou, dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Hebben we voor Brent een spiegel ergens? Hebben we die bij? Kunnen we die regelen? Hij is eigenlijk nog niet helemaal af. Nee, maar de uitzending is bijna ten einde, dus we gaan er een eind aan breien. Heb ik nou gewoon geen spiegel, jongens? Nee. Het moet niet gekker wezen, hè? Ik heb niks. Nou. Ik hoef inmiddels het bloed in mijn mond. Maar heb je maar dat geeft niks. Kijk, wat is dan dit voordeel? Het is... Hé, kijk nou! Kijk, we zijn we gaan hartstikke hard vandaag. Ja, welke smaak is dit? Je hebt aardbei is dit, denk ik. Het is gewoon aardbeiensmaak. Ja, dat kun je ook in je mond houden. Dat is ook leuk met spugen en zo. Ik wou net zeggen, want anders word je daar echt niet blij van natuurlijk. Nee, maar dit kan je gewoon in je mond houden. Ja, dat is te proeven. Ja, dat is te proeven. Ja. Moet je eigenlijk een beetje zo over je tongen smeren? Of kan er niet? Nou... Doe even en dan een beetje over je tanden zo, dat het nog extra ranzig is. Het leuke is als je nog een gebiedje... Ja. Nee, dat is heel goed zo. Ja, je hebt geen witte tanden niet meer. Oké. Oké, wil je het zien? Ja, graag. Hou hem even erbij. Dat is wel vet. Ja, toch? Ja, dat had ik niet verwacht. Ja, cool. Geniaal. Ja, supermooi. Heb je vriendin? Of? Nee. Aanmelden. Ja. Ja, precies. Nou, voor iedereen die Brent een aantrekkelijke jongeman vindt vanavond. Hij is nog vrijgezel. Ja. Nee, ja, zo kun je wel een goed feestje houden. Geweldig. Ja. Helemaal super. Ja. Hey, hartstikke dankjewel. Jij, Karen, voor de griem. Jij, Brent, voor het model zitten. Ja. Want we gaan er een eind aan breien. Ik krijg een signaal en ik heb geen idee wat ze bedoelen. Sorry, ja, dat zeg ik. Maar wij gaan lekker soep proeven. We gaan afsluiten. Ik wil de mensen thuis heel erg bedanken voor het kijken. Nog een hele fijne Halloween gewenst. En tot de volgende keer. Wij gaan soep eten. Ga jij een beetje als zombie los? Jij mag knoeien. Ja, jij mag knoeien. Fijne avond. Doei!